De sluis wordt eigenlijk 55 meter langer en 14 meter breder. Het gaat veel gemakkelijker zijn om van de Schelde naar het Albertkanaal en terug. En het is echt voor de binnenvaart. Dus het is geen zeevaartsluis, maar een binnenvaartsluis. De werf gaat klaar zijn ergens eind 2028 om dan te starten met de proefdraaien met de eerste boten zou in begin 2029 moeten lukken.